Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. We hebben een wisselend bewolkt beeld vandaag boven Nederland: met wolken, maar ook opklaringen, met dus ook zonneschijn. Uit de bewolking vallen een aantal buien, eerst vooral in het noorden, dat is dan met name in de ochtend weggelegd en hier en daar kan ook een klap onweer voorkomen. De temperaturen liggen vanochtend rond de 16 graden, daar waait een matige zuidelijke wind. Vanmiddag is de wind zuidwestelijk en ook dan hebben we te maken met wisselend weer, felle opklaringen, maar ook felle buien, hier en daar met onweer erbij en ongeveer 20 graden op de thermometers. Vanavond neemt de buiigheid langzaam wat af en houden we verder dat wisselende beeld met wolken, maar ook met wat opklaringen. Dan gaan we naar morgen en dan ziet het weer er toch anders uit. Vooral voor het oosten en zuiden van het land, want dan kan het wel eens grijs en lang regenachtig zijn. En dan valt er in totaal veel regen. In het noorden schijnt de zon, later ook in het westen. Het wordt 19 graden, maar in de regen in het oosten en zuiden maar 17. Dan de dinsdag, woensdag en donderdag. Het blijft licht wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Maar ook zon tussendoor. Temperaturen liggen over het algemeen rond de 20 graden. En de wind waait uit een westelijke richting. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl